Hallo allemaal, wij nemen jullie mee naar het fruitteeltbedrijf van de toekomst. Op het gebied van teelt, techniek en afzet gaat veel veranderen de komende 10 jaar. Zo wordt robotisering belangrijk in de teelt. Op het gebied van techniek gaat vooral duurzaamheid een belangrijke rol spelen en afzet gaat steeds meer via online kanalen. Duurzame energie wordt steeds belangrijker. De energie zal gehaald worden uit schone energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie. De fruitteeltbedrijven zijn hierdoor energie-neutraal. Veel apparatuur dat gebruikt wordt, zal ook gaan werken op elektriciteit, zoals elektrische machines, elektrische beregening en irrigatie. Omdat arbeid in de toekomst steeds duurder wordt, zal er steeds meer gewerkt worden met robots. Voor deze innovatie zullen er andere plantvormen moeten komen, zodat robots makkelijker kunnen werken. 2D-aanplantingen kunnen hier een uitkomst bieden. In het begin van het filmpje werd u herinnerd aan het thema gewasbescherming. Gewasbescherming zal in 2030 naar alle waarschijnlijkheid nog meer aan banden gelegd worden. We zullen in de fruitteelt meer naar een biologische bestrijding moeten gaan, door bijvoorbeeld bloemstroken en overkappingen aan te leggen. We zullen meer moeten gaan doen met natuurlijke vijanden en wellicht ziekteresistente rassen. Verkoop van appels en peren zal in de toekomst steeds minder via handels- en sorteerbedrijven lopen, maar steeds meer online. Doordat er steeds meer handel online plaats zou vinden, worden barrières tussen landen steeds kleiner. Naast het online verkopen zal de lokale afzet van fruit toenemen en consumenten krijgen meer interesse in lokale geteelde producten, waardoor de huisverkoop toeneemt. Daarnaast zullen nieuwe verkoopideeën op de markt komen, zoals het afsluiten van een fruitabonnement, waarbij de klant wekelijks verse appels, peren, aardbeien en kersen thuis bezorgd krijgt, met hierbij recepten. Wij verwachten dat de komende 10 jaar geïnvesteerd wordt door fruitdelers in robotisering en verduurzaming. Lokaal en online verkoop nemen een vlucht en bedrijven worden energie-neutraal. Daarnaast gaat er veel automatisering plaatsvinden om zo arbeidskosten te besparen. Kortom, wij investeren in de toekomst van de fruitteelt.